mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal GamesRule. En ik ben echt heel hyped voor deze video. Want wat wij in deze video gaan doen, wij gaan de triple play openen. Waar we bij de 10 rare supply drops kunnen openen. Een range weapon bribe, waar we natuurlijk het meeste hyped voor zijn. En de melee weapon bribe, die ook gewoon nice is om mee te nemen. En we gaan als eerste de 10 reward, de bundel van de 10 rare supply drops openen. Zoals je rechtsbovenin in de corner ziet, zie je dat ik ook 137 crypto keys heb gespaard. Dus waarschijnlijk kunnen we ook nog duplicaten. En dan gaan we gewoon normale rare supply drops of de daily double openen. Dus ik ben echt super hyped voor deze pack opening. Dus geef een zeker blauw duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen. Let's go! Oké, laten we beginnen met de 10 supply drops. Dus let's fucking go. We klikken op kruisje. En hier kunnen we ook al een DLC wapen uitkrijgen. En ik zie nu al... Oh, ik zie een vet helmpje houden. Oh, Molten. Oh, die is fucking dik. Ik ben echt blij met fucking nieuwe zieke pakjes. Ik heb nog niet zo heel veel nieuwe pakjes. En wat we natuurlijk... Ik ga het trouwens ook even gelijk openen. Wat we natuurlijk proberen uit te krijgen is de M16. Liefste Peacekeeper. Of Galil. Die drie wapens wil ik zo graag hebben. Vooral uit die Bribe wil ik echt... De Peacekeeper zal super nice zijn als ik die zou krijgen. Want ik heb die nog niet. En ja, nieuw Assault Drive is toch altijd meegenomen. Oké, okay, 5. Oké, dit was echt een rustige supply drop. Dus ik hoop echt dat we een van die drie wapens krijgen. Als we de L4 Siege krijgen, dan ben ik done. Dat zou echt ruk zijn. Tot nu toe hebben we nog niet echt iets heel geks hieruit gekregen. Oké, okay, dat helmpje was wel ziek. Emblem. Oeh. Jam Camo voor de VNP. Ik gebruik de VNP best vaak. Dus ik ben hier wel blij mee. Dit is wel nice. Oké, we hebben nog 5 te gaan. Kom op, jongens. De Sunshine Camo voor de Shiva. En. Oh, Prestige Camo voor de S2G100. En weer 5 Crypto Keys. Kom op. Oké, daar heb je dus. Ik vind echt die attachments varianten vind ik echt de grootste onzin. Oh, 30 Crypto Keys. Dat was super nice. We zitten nu al bijna op fucking 200 crypto keys. Maar ja, we hebben nog geen nieuw wapen uit de 10 uit de bundel gekregen. Dus ja, 7 crypto key bonus. Dus ja, ik weet ook niet of het eruit... Oh, die had er nog niet. Steam Punk. Dus dat is weer een nieuw pakje. Dat is wel super nice. En ja, wat dogfight. Ja, op zich is wel geinig. En die is fucked up lelijk. Die is echt lelijk. De laatste van de bundel, jongens. Kunnen hier nog iets... Oeh, ik zie een epic. De Storm Camo voor de XR2 en de M8 Heat Camo. Oké, nou gaan we even naar onze duplicates, want ik heb, ik heb er maar 11. Want we hebben best wel wat crypto keys nu, 223 om precies te zijn. Dus ik zeg, we kopen gewoon één keer de bundel, die is goedkoper. Ik weet niet hoe vaak je dat kan doen, volgens mij maar 2 keer of zo. Dus ja, weet niet, we gaan gewoon kijken. We hebben goed wapen. We hebben gewoon een M4 gekregen natuurlijk. Deze had ik nog niet, het is natuurlijk een melee weapon, dus zo vaak zou ik hem niet gebruiken. Maar het is nice, want ik had hem nog niet. Dus thank you very much. Dat is wel één nieuw wapen, though. Oh my god. Oh, wat... Was ik de enige die daar iets zag? Ik zag daar een epic wapen. Volgens mij de Banshee of zo. Ik zag daar iets voorbij flitsen. Maar we hebben hem niet gekregen. Wel een Fury Head. Ik weet niet of ik hem nog had. Volgens mij niet. Oké, we kunnen dus geen daily double doen. Maar we hebben nog wel een paar rare supply drops. Dus die gaan we zeker even openen. Oké, we hebben in ieder geval een nieuw wapen. Oké, ik zie... Oh, dat is een... Ja. Een Black Cell camo. Daar hebben we niet zoveel aan, dus we gaan al gelijk door. Oh my god, ik zie een hoofdje daar rechts. Oh, die had ik nog niet. Die is fucking sick. Mee contraband. Deze is fucking nieuw volgens mij ook. Die is sick, ouwe. Alleen dan moeten we ook nog het body team ervoor hebben. Dat zou super nice zijn. Ik ben altijd blij met nieuwe pakjes. Dat vind ik altijd wel sick. Nou, ja, daar hebben we... Oké, voor de hoort. Ik denk dat we daar het meeste aan hadden. Dit zou ik RK5... Ja. Weet je, je hebt het niet echt nodig, ouwe. Maar ik kan ook zeg maar... Ik krijg gewoon alleen maar variants voor attachments. Wat ben ik nou gek? Ik vind het altijd wel vet om... je kan ook zeg maar een beetje... Zo, zeg maar. Je kan zeg maar zien of er een epic... Je kan het zien flitsen. Dus oké, laatst wordt een extended max variant voor de Shiva. Of fast max variant. Oké, we kunnen nog 2 openen. Misschien nog een duplicate. En dan gaan we naar de Bright. Oeh, die is wel nice. Ik heb er al 2 van. Oeh, die kan ik hard vind ik wel nice. Die ziet er wel stuk uit. Oké, we kunnen denk ik nu nog 1. Misschien duplicate kunnen we hier. Oeh. Oh my god. We hebben het full pakje nu al. Dit is fucking sick. Als het goed is hadden die net het hoofdje ervan. Daar ben ik echt blij mee. Want ik gebruik echt vaak de Tempest. Oké, we komen net een paar crypto keys tekort.
Wat ik nu ga doen is, we gaan eerst de melee wapen bribe openen. En als we daar bijvoorbeeld een duplicate krijgen, iets anders, dat we dan misschien nog 4 crypto keys krijgen, ik weet het niet. We gaan de melee weapon openen. Ik ga gewoon kijken, want het is een melee weapon. Welke gaan we eruit krijgen? Ik zie een arm. Oh my god. Oh, de left.i. Die vind ik echt dood. Op zich wel een melee weapon. Kijk, we hebben net 1 crypto key tekort. Waarschijnlijk kunnen we dan bij de range weapon bribe er iets uitkrijgen. Maar ik ben zo bang en nerveus dat ik hier iets rugs uit ga krijgen. Maar als ik de Kalil, liefst de Peacekeeper of de M16 krijg, dat zijn de 3 wapens die ik echt graag wil hebben. 1 van die 3. Dus we gaan hem openen. Ik ga hem omdraaien. En ik ben best benieuwd. Ik ga even kijken welke kant ik op ga draaien. Ik ga die kant ook. Oké, daar gaat hij. Range weapon. We gaan openen. Oh, hell no. Of niet? Eén van die 2. Nice. Seriously nice. Oh my god. Het is niet heel slecht, weet je wel. Maar het is niet wat ik wou. Maar oké, we hebben de R70 Ajax. Waarschijnlijk wel een redelijk chille light machine gun. Maar ik gebruik nooit light machine guns. Waarom gunt dit spel mij gewoon geen fucking Peacekeeper, ouwe? Oké, we kunnen nog 1 rare supply drop openen. En dan zit het helaas op. Als we hier de Peacekeeper uitkrijgen, wordt het lijp. Oké, nee, dat wordt het niet. Oh, string theory. Ja, jongens. Oh, we kunnen nog zelfs over de rug blijven. Gewoon doorgaan. Ja, we kunnen het hele tijd wat duplicaten. Maar waarom? Oh, ik vind het zo jammer dat er niet een Peacekeeper, man. Ik vind het wapen zo dope en iedereen heeft het. En ik speel dit spel zo lang, maar ik heb nog niks echt ziek goed gekregen. Oh, we kunnen zelfs nog een comment openen. Oké, nou, de laatste comment, jongen, van deze video. Oké, nou, als hier een Peacekeeper. Nee, dus we gaan wel even kijken wat we nieuw hebben gekregen. Sowieso de Ajax. Sowieso ben ik al niet voor Ajax. Maar hey. We moeten er maar mee doen, hè. Oké, we gaan even kijken. Eerst bij de pakjes. Want ik heb er wel een paar nieuwe gekregen. Oh, ik heb ook. Dat heb ik niet eens opgelegd. Oh, Winterboon. Oh, die ziet er wel geinig uit. We hebben ook nog een hoofdje daarvan. We hebben een nieuw hoofdje. Oh ja, die was echt ziek. Hè? Deze vind ik echt dik eruit zien. Echt zo'n groot hoofd. Een groot hoofd. Alleen hebben we. Oeh. Horen die bij elkaar? Nee, toch? Nee, dat is deze of zo. Ja, die hoor. Oh, deze is ziek, ouwe. Holy shit, op zich, deze past redelijk erbij. We zetten die gewoon aan. Oké, we hebben nog meer poppetjes. Oh, hier, Spectre hebben we. Een nieuwe tand. String Theory. Oh, ik ga zo optillen. Wow. En dan. Ja, oké, die ken ik. Oké, die is redelijk oud, dacht ik. Oké, hier hebben we ook een nieuwe. Nunchucks Mood Swing. Maar bij hem zie je dat niks. Lol, die zet aan. Die is van Praise Me. Yeah, man. Ik heb gewonnen. Kom op dan. Wat hadden we anders? Oh ja, die. Ja, dan zetten we die aan. Oké. De Hive. Hebben we nog een. Zo, ik heb wel geperfecteerd. Oh ja, die Salto. Welke hadden we anders? Ik ken niet eens welke Jason ze kan hebben. Nou, we zetten gewoon Perfect 10 aan. Die is wel nice. Saltootje. Zo, we hebben echt voor bijna voor elke specialist een nieuwe. Jogging. Die is fucking nice. Ja, die zetten we aan sowieso. Lol. Oké, daar ben ik wel blij mee. Die is van. Oeh, nieuw pakje voor de battery. Steampunk. Oh ja. Dat is die. Die is wel dope. Alleen heb ik daar het hoofdje van? Ja. Nice. Heb weer een full pakje erbij. Die ziet er wel nice uit. Zeker mee. Oh, we hebben nog een jester. Zeker meenemen. Peace. Oké, die is niet zo heel chill. Deze is schijniger. Hey. Karim. Lol. Fucking prettig. Oké, de Tempest. Hier hebben we een nieuw pakje voor. Deze ben ik echt blij mee. Dat is de nieuwe. Oké, de Strict. Of de Strix. Kijk hoe vet eruit ziet, jongen. En het helmpje natuurlijk er ook bij. Waar staat hij? Hier, Strix. Kijk dan, weet je hoe dik dit eruit ziet, jongen? Ik vind deze echt vet. Kijk, zeg maar een soort van. Ja, wat is dat? Zo'n kleed iets wat hij over zich heen heeft. Het ziet er fucking dik uit. Zo'n glimmend iets. Dat ziet er wel nice uit. Zeker blij mee. We hebben een gesture voor de. Hoe is het? Ik weet niet eens hoe deze heet. Oh, duimpjes. Ja, nou. Was Outrider, oh ja. Oké, oh, hier hebben we een nieuw helmpje. Oh ja, die is die met zwart-wit, dacht ik. Ja, deze. Maar kijk, dat is zeg maar jammer, want heb ik daar. Nee, ik heb daar niet het full pakje van. Ik hou altijd van full pakjes hebben, dus daarom zet ik altijd meestal bij deze zit de Hero aan. Die vind ik er echt dope uitzien, kijk, muziek. Oké, nog een gesture. We hebben 2 bij Shadow Boxing. Oké, kom nou op dan. Wat is dit dan? Oh, dat is een zombie, ja. Lol.
Oh, die hebt sowieso die aan. Die is zo fucking nice, jongen. Oké, okay, dit waren alle specialists. Nou gaan we even naar onze wapens, naar onze camo's. En we hebben natuurlijk een nieuwe Lion Machine Gun, de R70AX. Dat ding. Het is nice om te krijgen, weet je. Het is toch een nieuw wapen, maar ik wil zo graag deze hebben gewoon, jongen. Dit is zo veel zieker om te hebben. Of deze. Maar ja, we gaan het ooit waarschijnlijk een keer krijgen. Ik heb daar volle vertrouwen in. We hebben in ieder geval wel een nieuwe camo voor de VIP, dacht ik. Oh, dat is zo'n gem camo, toch? Oeh, Sunshine ook. Oké, ik vind deze camo het beweegt, ouwe. Dat is zo ziek, hè. Daar ben ik zeker blij mee. Wat hebben we hier? Een camo. Black Market. Ik vind deze vet. Hè. Hier heb ik op zich wel vette camo's voor. Ik heb ook, die camo's. Dus ja, dat is wel nice. Hebben we nog iets nieuws? Oh, we hebben allemaal nieuwe dingen, ouwe. De M8, Black Market camo. Hier, kijk, die... Weet je, voor de M8 heb ik alleen deze en die ik mooi vind, weet je. Voor de rest heb ik echt scheid camo's. Het is allemaal lelijk. Dus we gaan even kijken, hebben we nog iets? Yo, we blijven wel allemaal shit hebben, hoor. Oh, bij de secondaries. Oh ja, we hadden melee weapons, hè. De MVP, kijk. Dat is de knuppel en die arm. Die arm vind ik ook wel echt dope, kijk. Dat is wel gek, jongen. Zo'n robotarm waar je mee slaat. Dat is zeker wel nice. Misschien kunnen we wel een video mee opnemen. Als jullie dat graag willen zien, dan kan dat natuurlijk zeker. We gaan ook een video opnemen met natuurlijk de R70 Ajax. Ik heb er nog helemaal niks voor vrijgespeeld. Dus we gaan nog gewoon een keertje met dit wapen spelen. Even een mooie camo's erop zoeken. Oh, wat is een face camo? Zo. Maar jongens, dit was natuurlijk de triple play pack opening. Het is niet echt wat we wouden, maar het is toch nog een aantal dingen wat best wel nice was. Hopelijk vond je deze video leuk. Vergeet zeker een duimpje omhoog. Dat super tof vinden. Abonneer op mijn kanaal. Check ook even mijn social media. Linkje zal in de beschrijving staan. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.